Geert Gerrits, het is maandag 23 april. Zojuist is het coalitieakkoord gepresenteerd. Dat is een bijzondere dag voor u? Ja, zeker een bijzonder moment. Een mijlpaal na een traject met het onderhandelen, intensieve gesprekken, hebben we dit resultaat bereikt. En daar ben ik trots op, zeker. Alice Schroom, waar bent u trots op bij dit coalitieakkoord? Ik ben trots op dat we gaan kijken of we in meerdere kernen MFA's neer kunnen zetten. Een MFA, net zoals dat we kort geleden voor Batenburg hebben besloten, is gewoon een middel om de leefbaarheid in de kernen te vergroten. En ja, dat is wat we willen bereiken. Ik ben het meest trots op dat wij de koers die wij 4 jaar geleden in hebben gezet met onze coalitiepartners VVD en Partij van de Arbeid, dat we die vast kunnen houden de komende 4 jaar weer. En dat wij met z'n allen Wijchen nog mooier, socialer en duurzamer kunnen gaan maken op alle beleidsterreinen. Ik vind de manier waarop het tot stand is gekomen erg prettig met onze partners. En de titel Iedereen doet mee zegt veel over de inhoud van het programma. Voor statushouders, voor werkzoekenden, voor senioren, maar ook bijvoorbeeld Natuur en Wijchen waarmee we verder aan de slag gaan. Hoe gaat het nu verder? Ja, het is nu aan de raad, aan de fracties natuurlijk, om aan de slag te gaan met het coalitieakkoord. Maar ook aan het college om de intenties, de beloftes, de wensen, de ambities met elkaar te gaan realiseren.